dames en heren, dag sê. Het is die rekenaarwetenskap 144 videolesings. So ek herinner jy wat gebeur het in die vorige lesing. So wat ons gedoen het, is ons het gesê dat ons nieuwe datatypes wil in gebruik stel. So in die besonder het ek die voorbeelde gemaakt van stapels, touwe en dan ook symbooltabelle. Ek het voorbeelde gegeef van waarvoor hulle gebruik kan word. In die besonder in die geval van een stapel, het is die idee dat ons een beleid van laaste in, eerste uit wil implementeer. So hier is die voorbeeld, een stapel borde. So ons plaas een vir een bord op die ander, en as het bord van boe af al, is het gewoonlik typisch die bord wat ons laaste daarop neergesit het. In die geval van touwe, het ons die voorbeeld van een cafeteria, waar mense in een rij staan, en die persoon wat die langste in die touw is, het die voorreg om eerste uit te gaan. So dit is die beginsel FIFO, first in, first out. En dan, symbooltabelle laat ons toe om onmiddellik by betrokke item uit te kom. Hier is die voorbeeld dan nou een telefoonboek, waarin dien ek bijvoorbeeld na my Kelly Hofman soek om sy telefoonnummer te kry, wil ek nie dier elke element gaan nie, maar ek wil direct daarby uitkom. Toe het ons begin gesels oor die idee van stapels en dit nou wou het implementeer. En ek het begin dier stapel te implementeer met een skikking. Ons probleem met die skikking implementatie was dat ons die kapasiteit van die skikking vooraf moes definieer. Soos men sê, daar kan een element in die betrokke skikking kom. So dit was nie een goeie idee nie. Wel, het was nie een geslegde idee, maar die arme gebruiker, kliënt, moet het vooraf weet. Toe het ek die concept van die recursieve datastruktuur, namelijk een geskakelde lys, ingelei en gewys hoe ons dit kan gebruik om een stapel te implementeer. Nou vandag is die taak om so 'n paar goedjies by mekaar uit te bring. Die ene is, ek wil wys hoe ons ontslae kan raak van hierdie probleem dat ek 'n stapel van strings moet het, is 'n aparte implementasie het wat byvoorbeeld vir voertuie is of wat ook al my objekte is, soos van dit ontslae raak. Ek sal so 'n beter implementasie verskaf daarna vir een stapel, een ander implementatie wat skikkings gebruik, maar wat hierdie probleem met die kapasiteit weggooi. En dan ten laaste gaan ek een voorbeelde doen waar een mens een stapel gebruik om berekeninge mee te doen. Stapels is regtig waar een fundamentele datatype en elke rekenaar op een stadium het implementatie van dit op verskye. Die bedrijfstelsel gebruik in verskye kere, soos ek verder kursusse gaan doen in rekenaarwetenskap, gaan jy kennis maak met al hierdie type dinge. So ek sal wys hoe mens eenvoudige berekeninge met behulp van een stapel kan doen. So dit is die plan vir wat ons nou gaan doen. Laat ons wegspring. So die probleem is, die probleem wat ek nou wil aan verwys, is die probleem met hierdie geparametriseerde datatypes. So let op, ek het hier een stapel van stringe gedefinieer. En nou moet ek hier een string veranderlike het, en wanneer ek nou gaan kom, en een stapel van, sê, integers wil definieer, of een stapel van voertuie, moet ek in een sekere sin een find and replace maak van die code, om dit vir my reg te doen. Want ek wil oorals wat daar een string is, moet ek dit vervang met die ander datatype wat ons gebruik. So op een manier wil ons dit oplos. En dit bring ons dus by die thema van geparametriseerde datatypes. So weer eens die probleem, ons het dus nou een stapel van stringe, maar ons soek ook een stapel van uls, stapel van vans, stapel van ins. Die een optie is, ons kan die code net gewoon kopieer en plak, en dan vind ons net die dele waar ons string het en vervang het met die ander woord. Maar dit is eindelijk glad nie een mooie oplossing, want kyk, nou het is soveel gedupliseerde code, en veronderstel op ons raak op een oggend wakker, en ons besef, ons het iewers een fout gemaakt. Dan moet dus al die implementaties wat ons nou kopieer van gemaakt het, moet ons gaan oor-implementeer. En so seker, soos wat die mens daar is, is dit ook seker dat mense foute maak, vir alles hulle programme skryf. So dit is nie regtig waar een sinvolle oplossing nie. Die ander oplossing tot ons beskikking is om gebruik te maak van die feit dat in Java is alle objekte wat ons definieer, so alle klasse, kom van die Java klas object.
af. So, alle klasse is ook een object. En dit is als gevolg van hierdie oererving beginsel. Ek het dit een keer vinnig genoem, en ek gaan dit nou net weer vinnig naar verwijs, so wanneer ek skryf, public class apple, dan is hierdie instanties, as ek sê, A is gelijk een new apple, so ek skryf iets as apple A, is gelijk een new apple, dan is A apple, maar hier staan impliciet geskryf, hoewel een mens het nie sien nie, staan hier geskryf extends object, en alles in Java is een object op die oude einde, so apple is ook een object, hoewel het een appel is, as ek maak string is, een string, ook een string, maar het is ook een object, so wat is dis kan doen om die probleem op te los van stringe of van die verskillende van die verskillende stapel implementaties is om een array of een stack of objects te maak. Want dit is hier sekerlik die meest generiese wat dis kan doen. So dan kan ek byvoorbeeld sê apple A is gelijk aan new apple. En dan kan ek miskien sê orange O is new orange. En dan kan ek iets sê soos stack, so object stack dot push O, en ek kan sê object stack dot push A, want al twee van hulle is op die O einde objecte. Nou wanneer ek pop, is daar een dingetje wat ek dan nou moet doen, dan moet ek byvoorbeeld sê, so ek het die laatste A gepush, so ek krijg appel terug, dan kan ek sê appel A is gelijk aan object stack dot pop, so dit stuur een type van object terug, en dan kan ek het gewoon cast na een appel toe. Nou, dit is een geldige oplossing en dit gaan werk. Die probleem is dat hierdie operatie is nie mooi nie. Want, veronderstel, ek het die ding is so'n bietjie verwar en ek het nou vergeet dat as ek eers O opdruk en dan A, en ek denk vir oomblik dat O gaan terugwees, en ek sê orange, O is gelijk aan orange, O is tot pop, dan krijg ek op die ouwe einde een dan krijg ek een appel terug, maar ek cast dit nou na een orange toe argumentstabel, of en dan gaan ek die fout net eerst tydens looptyd ontdek. So, hierdie funksie was hier daar, so ek het net dit uitgevoer, en daar is geen manier dat die stelsel tydens kom vertaaltyd hierdie probleem kan oplos. Basis moet ons hierdie probleem dan tydens looptyd oplos. En OV, dit beteken dat die kliënt dalk al die code het, wanneer hierdie fout gaan gebeur. So die kliënt kry dan een fout, en ons wil eerder die fout aan ons kant kry, en nie aan die kliëntse kant nie. En dit is dan nou waar geparametriseerde datatypes ter sprake kom. So hoe dit werk is dit so'n bietjie nuwe syntax wat ons moet leer, maar dit laat ons dan nou toe om hierdie probleem op te los. So nou maak ons 'n generiese stack, en dan stuur ons hierdie sogenaamde type parameter oor. So ons sê ons maak een stack van appels. En ons sê dit is een nieuwe stack en hy het van type appels. Nou wanneer ek sê stack tot push A, A is een appel, dan sal hy op die stack gaan, want my stack kan appels hanteer. As ek echter sê stack tot push B, en B is een orange, dan gaan ek een fout kry, want hierdie stack kan net appels hanteer en nie limoene nie. En so die effect van hierdie ding is dat ek een vertaaltyd fout kry, hoewel as ek een stack van objects sou gehad het, en ek wil eindelijk net een stack van appels gehad het, dan sou hierdie nie een fout gegenereer het nie, maar ek sou dalk wel later op een stadium een probleem gekry het. So met andere woorde, die nieuwe syntax wat nou hier kom, is dat ons hierdie type parameter oor kan stuur. So dit is een type wat ons oorstuur, en dit sê dan vir ons wat type stack ons wil hê.
hoe lyk ons stack implementatie nou? Kom ons nie anders gebruik die implementatie waar is een geskakelde lys gebruik. So ons het nou een klas stack en nou kom hier in hierdie hakies, kom daar dan item. En item is die type. En so oorals waar is nou string sou gehad het, nee, staan daar nou item. En dan waar as ek die stack implementeer en ek sê stack apple, dan word het outomaties deur die vertaler vervang met apple. As ek sou sê stack string, dan sal al hierdie items outomaties met 'n string vervang word. Die res bly dieselfde. In Java staan hierdie dan ook bekend, dit is type parameters of generics om dit reg te kry. Interessant is ons gebruik hierdie naam item en jy kan eintlik jou hartse begeerte daar neerskryf wat jy wil, so dit hoef nie item te wees nie. Sun wil eintlik hê, so onthou Sun Microsystems wat nou deur Oracle gekoop is, so met ander woorde eintlik Oracle beveel aan dat ons eerder T gebruik. So ons moet nie sê stack item nie, maar eerder stack en dan T. Item is meer beskrywing, dis hoekom dit nou eerder item is, maar ons kan seker dink dat dit T kan gebruik, want dit beteken type. Nou, ons sit so met 'n klein probleempie en dit is dat ons stape wat ons nou geïmplementeer het, kan net objekte gebruik en geen primitiewe types nie. Want primitiewe types, as jy reg kan onthou, het nie is nie objekte nie. So hulle is 'n bietjie spesiaal. Maar Java het die konsep van 'n sogenaamde autoboxing. So nou voor ek dit moet doen, moet ek eers die volgende sê. Vir elke klas in Java of elke primitiewe tipe eerder, is daar 'n ooreenstemmende klas. So vir int is daar 'n klas integer. So wat jy objek kan maak. So hierdie is 'n primitiewe tipe en hierdie is 'n regte klas objek wat jy kan hê. Dis 'n regte data tipe wat in die Java manier gedefinieer is en hierdie is net 'n primitiewe data tipe. So ek kan nie sê stack int nie. Dit gaan nie werk nie, want dit moet 'n verwysende tipe wees en nie 'n primitiewe tipe nie. Maar eerder kan ek sê stack integer. Maar wat nou gaan gebeur is die sogenaamde autoboxing en auto-unboxing. Dit is eintlik 'n redelike nuwe eienskap. Dit was in die ou weergawe van Java het dit nie bestaan nie, maar dit is nou deesdae daar. So wat ons hier het is dat ons nou sê ons integer, maar dan kan jy nog steeds 'n primitiewe tipe so 17 push. En wat gaan gebeur is die int gaan outomaties omgeskakel word na 'n integer, die wrapper verwysende tipe. So ons het die primitiewe tipe int en ons die verwysende tipe integer wat eintlik 'n int is. En as ons pop kan ons net sê pop stuur eintlik 'n integer terug, 'n integer, maar dit sal outomaties unbox word na int. Geliewe nou daarop te let dat hierdie manier van dinge doen gebruik natuurlik nog steeds ekstra geheue en ekstra tyd en dit 'n baie kritiese toepassing is. Dan sou ons waarskynlik eerder 'n stack of ints moes implementeer. Maar vir meeste van die tyd behoort hierdie autoboxing en unboxing werk. So dit is die eerste ding wat ek wou gedoen het. Die tweede ding wat ek wil doen is ek wil graag my stack implementeer met skikkings, maar ek wil die idee van 'n datatype van 'n skikking wat 'n vaste grootte het, tot niets laat gaan. En die manier om dit te doen is die sogenaamde doubling arrays, verdubbelende skikkings. So die idee is eenvoudig. Ons gaan 'n skikking definieer van grootte n. En wat ons dan gaan doen is wanneer die skikking vol is, so indien ons waar is op die stapel druk en die skikking is vol, dan gaan ons die grootte van die skikking verdubbel en ons gaan die inskrywings wat reeds in die skikking is, oorkopieer na die bestaande skikking toe. Die nuwe een wat is geskep het.
So, in code wil ek het graag wys, het ek hier een implementatie van een skikking, en dit is weer nie met generics wat ek gebruik nie, echter net stringe, maar die idee is duidelijk, so ons het een string A, een skikking van stringe, en ons het N, waar dan nou die hoeveelheid element in die skikking is. Ons begin dier een skikking van twee elemente te definieer. En dan werk dinge soos normaal weg, maar ons hou heel tyd die kapasiteit van die string vorm. In andere woorde, hoeveel elemente is al in die skikking. So wanneer ons nou push doen, ons kom achter dat N, hierdie getal, waar ons volgende element in sit, is nou gelijk aan die lengte van die skikking. Dan kan ons misschien nie meer ins nie. Dan maak ons die skikking twee keer groter, ons verdubbel sy grootte, en dan sit ons item in. So, die verdubbelingskode is relatief eenvoudig, ons maak een strik skikking met die nieuwe lengte, wat twee keer die grootte van oorspronkelijk is, en ons kopieer een vir een al die elemente oor na die oorspronkelijke, na die nieuwe skikking toe. En met pop, wat ons doen is ons doen die teenoorgestelde, wanneer die skikking dan by lengte 4 kom, dan maak ons die skikking kleiner, so ons halveer die skikking. So wanneer ons 4 keer kleiner skikking het, dan halveer die skikking en ons werk met dit. Nou kan een mens op hierdie stadium verskriklik ongemakkelijk wees, want ons doen nou heel tyd hierdie extra werk om die skikking groter te maak en kleiner te maak. Maar ek wil nou argument verskaf, dat dit nog steeds voldoende is om oor die gemiddelde tyd wel een constante algoritme constante tyd uit te voer. Elke invoegoperatie is nie noodwendig constant nie, so dit is een sterker argument wat ek kan maak, maar oor tyd is dit wel constant. En dit is nog steeds in baie gevalle goed. En ek gaan een sogenaamde geamortiseerde argument gebruik. Volgende jaar gaan julle dan ook geamortiseerde analyse in detail bespreek, wanneer julle na rekenwetenskap 2 en 4 doen, maar ek wil net so 'n bietjie een vinnige kykie na dit verskaf. So kom ek maak hier een vinnige bewys vir die vergroting van een skikking. Dieselfde argument voer kan ek gebruik wanneer ek wys dat wanneer ek die skikking halveer, dat ek eindelijk constante tyd gebruik oor die gemiddeld. En as ek natuurlijk met die vergroting en die halvering constante tyd gebruik, dan behoort my skikking, dis nog my stapel implementatie, nog steeds constante tyd te neem oor die gemiddeld. So kom ons voorstel, ons het hier een skikking wat 8 elemente in het. Ek het nou maar net 8 uit die duim het gesê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elemente. Nou, wanneer hierdie skikking vol is, dan moet ons een nieuwe skikking maak, wat 16 elemente het. Hulle is nou nie op skaal geteken, maar dit is sekerlik alright. So hoeveel is hier nou? Dit is nou 8, en dan moet hierdie sekerlik nou 16 elemente wees. Ok, definieer dit as 16 elemente. Nou, wat ons gaan doen is, kom ons dink in termen van sogenaamde cyberrande. So ek gaan een nieuwe geldeenheid definieer, een CR. En een CR is een kuberrand. Kom ons is een bietjie mooier Afrikaans, kom ons noem het KR's. Een kuberrand. Nou, wat doen een kuberrand? As ek een inskrywing doen, as ek een werk doen, dan betaal ek een kuberrand vir werk. Nou, wat ek gaan doen is, as ek een element in hierdie skikking insit, dan betaal ek vir elk een van hulle 1 kuberrand. Nou, natuurlijk kan een mens nou argumenteer dat, dit gee dan ook nou die idee dat is een constante tyd doen, want 1 kuberrand is constant. As ek nou constant heb. Maar kom ons sê, ek is bereid om in plaas daarvan om 1 kuberrand, betaal ek 3 kuberrande vir elke werkie wat ek doen. So 3 is nog steeds constant, onthou, want 3 hang nie af van die lengte van die aantal elemente nie, dit is net een constant, ek is net bereid om in plaas van 1 kuberrand, betaal ek 3 kuberrande. So met ander woorde, wanneer ek nou hier 1 insit, een element insit,
dan het ek 1 kube rand betaal en dan het ek 'n wins van 2 kube rande oor. Nou, wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou so klein bietjie cheat, want dit is eintlik 'n induktiewe argument vir ons voor. So, neem aan, ons het al hierdie, op 'n manier is al hierdie opgebruik, maar ek het nou hierdie laaste 4 elemente ingesit. Toe ek die laaste 4 elemente ingesit het, toe betaal ek vir elkeen van hulle 3 kube rande. So, ek het 'n wins van 2 oor. Nou, wanneer ek dus hierdie skikking oor moet kopieer na die nuwe een toe, dan het ek 8 kube rande nodig om dit te kan regkry, want dan ek het dit nodig om die 8 elemente hierna te kopieer, want ek betaal 1 kube rand om het hierna toe te skuif. Maar omdat ek toe ek die laaste 4 elemente ingesit het in my skikking, bereid gewees het om 2 kube rande ekstra te betaal, het ek dus nou 8 kube rande ekstra. En dis mos nou net genoeg om elkeen van hierdie elemente te kopieer na my nuwe skikking toe, want ek het 8 kube rande. En nou kan jy uit die argument verder voer, wanneer ek dan nou weer vir die volgende ene, vir hierdie volgende helfte wat ek dan nou ingesit, elke keer 2 ekstra kube rande gaan stoor, dan beteken wanneer hierdie skikking vol is, het ek 16 kube rande nodig om hom te kopieer na die nuwe een toe, maar kyk daar, ek het reeds vir elkeen 2 gestoor, ek het reeds gespaar. Omdat ek gespaar het, het ek dus genoeg geld om hom te kopieer. Dis ook om ek net nie hier begin het in die helfte, want hierdie het ek nou gebruik op 'n stadium, die vorige mense het betaal om hom hier te kry. En aan hierdie nuwe wat ek gaan insit, hulle het is betaal ek ekstra voor en ek dra dit hierna toe oor. 'N Mens kan dit nou baie mooi wiskunde gaan uitskryf, maar ek hoop die idee is duidelik, dat ek sê ek is bereid om so klein bietjie meer te betaal, wanneer ek 'n inskrywing insit, doen 3 operasies, 3 kube rand in plaas van 1, maar op hierdie manier spaar ek, dat wanneer ek oorkopieer, ek nie ekstra geld moet gaan leen, om hierdie dit te kon regkry. Indien dit nie voldoende was, dan sou ek iewers met kube rand in die hande kry, om hierdie instruksies, om hierdie werk te kon doen. So dit is dan die argument wat ek voer, die geamortiseerde tyd argument wat ek voer, om te verseker dat ek dus 'n skikking kan implementeer wat dan kan verdubbel word en ek nog steeds konstante tyd oor die gemiddeld het. Ok, so nou wil ek hierdie saakie afsluit. So wat ek nou al gedoen het is, ek het gesels in hierdie lesing, is 'n paar losting wat ek oor gesels het. Die eerste een was die generiese datatypes, geparametriseerde datatypes, en nou het ek 'n stapel implementeer met die idee dat ek die skikking kan verdubbel. So vervolgens wil ek kyk na toepassings van stapels en waar mens hulle kan gebruik. Nou stapels het verskeie toepassings. Dit is, ek het genoem in die begin van die inleiding wat is genoem, daar is werk wat baie. Wanneer mense vertaler implementeer, onthou vertaler is soos Javak, dit nie met Java kode skakeld om na kode vir die virtuele machine, is daar stapels ter sprake. Die Java virtuele machine, die JVM, gebruik regtig waar op 'n fundamentele vlak stapels, op verskeie plek. Hy gaan net nou van hulle uitlig. As die mense woord prosesseerder implementeer, denk aan Word of OpenOffice, wanneer ek dus die undo optie wil doen, met ander woorde, wat is die voorgeen, wat ek aksie het gedoen, wil ontdoen, dan gebruik ek 'n stapel. Elke keer as ek iets doen, doen ek daar werk en druk het op die stapel, so dat wanneer ek het wil undo, kan ek dit net van die stapel afhaal. Dieselfde met die terugknopje in 'n webblaaier, Internet Explorer of Firefox, ok, mag seker iets oor Internet Explorer sê nie, maar enige webblaaier van jou keuse wat jy kan gebruik, die terugknopje, is ook 'n stapel. Dan is daar goed soos PostScript. PostScript word op drukkers gebruik en stapels is daarvan absolute belang. En dan, wanneer 'n mens funksieroepe doen, is dit ook 'n baie, baie belangrike ding. En ek wil dus juist nou die idee van funksieroepe gebruik om te illustreer hoe werk stapels of hoe dit gebruik word. Nou, let op, wanneer ons met funksies werk, het funksies veranderlik is, wat lokaal is, en met ander woorde, dit is data wat hy sit, en daar is 'n
plek waar ik thans in die functie is, die zogenaamde programwijzer. So wat een linkie koerde ek met volgende uitvoer. Nou, al hierdie goed vorm die context van een functie. So wat is die context van een functie? Die context van een functie is dus wat een linkie koerde ek thans uitvoer, of jy kan het ook zien als wat een linkie koerde moet ek volgende uitvoer. Sowel as al die data, die lokale veranderlikes van die functie. Nou, wanneer ek een functie uitvoer, sê een functie wat ook al A of B of wat jy ook die functie wil noem, en ek roep en ek beweeg na een nieuwe functie toe, dan wil ek graag hê dat my veranderlikes wegraak nie. En ek wil ook hê hulle moet verwar word met die huidige functie. Kom, ek maak een baie, baie klein voorbeeld. Kom, ek veronderstel ek is in my main functie. En ek sê math.sin van x is gelijk aan y, so ek verklaar hier twee veranderlikes double x, y. Nou, wanneer ek math.sin roep, en ek kom hier so terug, dan wil ek nie graag hê dat x se waarde verander word, of dat hierdie context waarin ek hier bevind het, verander het nie. Ek wil hê x moet nog steeds x wees wat het hier was, ek wil hê y moet die waarde wees wat hierdie funksie terugstuur, en enig iets anders wat ek hier gedefinieer het, moet behoue bly. So dis wat ons graag wil hê. So ons het die context van die funksie. Nou wat vertalers doen wanneer hulle jou code vertaal, is dat hulle die, in die slides gebruik is local environment, ander woorde die context van my funksie, soos ek het nou wil noem, op die stapel gaan druk. So daar is een stapel in alle programme. In Java gebruik hierdie implementatie, C gebruik dit, het is eindelijk een beginsel wat die bedrijfstelsel vir jou implementeer, wanneer jy verskillende programme ook hanteer, dat jy een context het, een context stapel het, waar jy goed plaasvind. Dit is, so wat Java doen, en ek moet my nou self onderbreek, in die geval van bedrijfstelsels moet die mens dalk een bietjie mooier dink oor hoe mense doen, want dan af hoe een mens die goed gaan in die hande kry, hoe ons processe gaan uitvoer, so sien hoe het wendige stapel het. Dit sou in beginsel kon een wees, maar dit is 'n goeie idee nie. Maar kom ons kyk net na funksieroepe, dit is 'n stapel, die JVM doen dit intendeel so, en wanneer ek dit is 'n funksieroep, word sy lokale veranderlikes op die stapel gedruk, sowel as die adres waar ek moet terugkeer, wanneer ek in die funksie terug is, met ander woorde die programwijzer, waar ek die volgende koere moet uitvoer. So met ander woorde, hierdie voorbeeld wat, as ek GCD 2 en 6 roep, en ek roep, om dan met hierdie argumente, die volgende keer, dit is een recursieve funksie, want stapels laat recursieve funksies toe, dan word die hele context van hierdie funksie op die stapel gedruk, en dan beweeg ek na hierdie funksie toe. En dan wanneer hierdie funksie weer GCD roep, word die hele context van hierdie op die stapel gedruk, beweeg na hierdie funksie toe. Wanneer hierdie funksie klaar is, dan pop ek, en ek keer terug na hierdie een, dus dan is hy van die stapel af, al die veranderlikes wat met hierdie funksie geassocieer is, is weg, maar dan kry ek my veranderlikes van die funksie om geroep het terug, en dan kan ek het pop, en dan kom ek by die funksie uit wat my geroep het, en so aan en so, en op die ouwe einde gaan ek by main uitkom. So main is ons eerste funksie, sy alles is op die stapel, wanneer ek een funksie roep, dan push ek die volgende funksie se context bo op main se context, en so aan, en so aan. En, dit is belangrijk om op te let, dat dit ons toelaat om recursieve funksies te implementeer. Die ander toepassing van stapels wat ek wil gebruik, is om vergelykings te implementeer. Nou sal mense denk, waarom doen ons dit? Wel, ons wil het graag doen, ons wil een of ander interpreteerder kry om vergelykings uit te werk, om die waarheid te sê, Java, sover my kennis strek, gebruik een soortgelyke manier om vergelykings te evalueer, en ons skep dus in 'n sin 'n interpreter, hoe om 'n vergelykings te evalueer. So wat ek dus nou hier as voorbeeld het is, kom ons met hierdie vergelyking, 1, en ek gaan dit nou maar net hier oorskryf, en ek wil dit sommer hier doen, 1 plus 2 plus 3, maal 4 maal 5, wil ons nou graag evalueer en die antwoord kry. Nou,
Ek neem aan vir hierdie voorbeeld dat die vergelyking ten volle hakkies het, so in ander woorde, ek gaan nie die rangvolgorde van die operatoren in gedagte aanneem. Ek neem aan as dit plus maal en deel en dat die hakkies perfect gebalanceerd is. En daar is manier om voorbij dit te komen. Hierdie techniek werkt het. Ek wil net een eenvoudige voorbeeld hê. Huiswerkers gaan brei dit uit sonder dat die hakkies nie daar hoef te wees nie, maar dit is ek 1 plus 2 maal 3 het, dat hierdie eerste uitgevoer word en dan daar die ene. Nee. So wat ons gaan doen is, ons gaan twee stapels aanhou. Een waardestapel, wat ek die boonsteen gaan wees, en een operatorstapel. Nou, wanneer ek een hakkie gaan kry, gaan ek het ignoreer. Wanneer ek een getal kry, soos 1, dan druk ek het op die waardestapel. Wanneer ek een operator kry, dan druk ek het op die stapel van die operator. Nou kry ek een hakkie, kry een hakkie, ek kry 2, so ek druk hom weer op die stapel, en ek druk die plus op die stapel, en ek druk die 3 op die stapel. Ok, so tot so ver het ek nou nog nie veel gedoen. Maar die reël is nou, wanneer ek een toemaak hakkie kry, soos hierdie ene, dan gaan ek die boonste 2 waardes op die stapel pop, en die operator, en dan die operator op die 2 toe. So in hierdie geval, wanneer ek die hakkie kry, gaan ek 2 pop, 3 pop en plus, en ek gaan dit uitwerk. So 2 plus 3 is 5, en ek gaan die resultaat terug op die stapel druk. So nou lyk my stapel as volg. 1 en 5, 5 as gevolg van hierdie 2 plus 3, en daar is 'n enkele plus wat oorblijf. Dan kry ek 'n vermenigvuldig teken, so ek druk het op die stapel, op die operatorstapel, hakkie ignoreer ek, kry 4, druk het op, ek kry vermenigvuldig teken, druk het op, en ek kry 5. En ek druk het ook op die stapel. En nou kry ek 'n hakkie, so wat is die reël? Ek verwyder die boonste 2, en doen die operasie, so dit is 4 maal 5. En ek druk het op die stapel, so nou is die stapel 1, 5, 20, plus maal. Dan kry ek die volgende hakkie, so ek doen die selfde, so ek doen 20, 5, pop het, doen die operasie, wat in hierdie geval vermenigvuldig is, 20 maal 5 is 100, hier het ek ook gepop, so ek het nou 1, 100 op die stapel en 'n plus. Kry nog 'n hakkie, pop beide van hulle, en dan het ek 1 plus 100, wat 101 is, en dan is dit niks oor nie, en dan op die heel bopunt van die stapel is dan die antwoord van my ding. So met ander woorde, dier net hierdie reëls toe te pas van, beweeg van links na rechts, ronde hakkies, met links ronde hakkies ignoreer ek, en dan druk ek die waardes op die stapel, wanneer ek 'n toemaak hakkie het, haal ek die waardes van die stapel af, voer dit uit en ek druk die resultaat terug op, kan ek hierdie vergelykings evalueer. Dit is die sogenaamde twee stapel algoritme wat deur Dijkstra destyds bekend gemaak is. En ons kan dit inderdaad implementeer, so kom ons kyk na die implementatie. So ons maak 'n stack string van die operande, en ons maak 'n stapel van die waardes, so die waardestapel en die operandstapel. Nou gaan ons van standaard in af die vergelyking inlees. So as dit 'n hakkie is, wat dan doen is niks, as dit plus is, wel, dan push ons op die operandstapel die plus teken, andersens as dit maal is, druk ons dit op, jammer, as dit 'n sterretjie is, 'n vermenigvuldig, druk ons dit op, as dit toemaak hakkie is, wel, dan kry ons die boonste 2 waardes en afhangende van wat die instruksie was, die operator, doen ons 'n plus of 'n minus en ons druk die waarde op die stapel. En aan die einde van alles is die waarde, die finale antwoord mos nou op die stapel. Dis hierdie 101 wat ek hier op uitgewerk het, dan pop ek dit, so die stapel is leeg en dit is dan nou die antwoord. Ek is nou wel teleurgestel dat hierdie antwoord nie gelyk is aan 42 nie, maar alles hoef sekerlik nou nie 42 te wees nie. Nou ja, so,
hoekom werk dit wel? Ons het nou die hand uitgewerkt, dat is zeker een manier om te kyk, maar wat is basis doen is, elke keer wanneer ons een toemaak hakkie kry, of een waarde hakkie, werk ons dit uit en druk het op die stapel. In andere woorde, 1 plus 2 maal 3, daar vergelijking, wanneer die toemaak hakkie kyk, dan is dit basis vervang met 5. En dan gaan ons die argument voltooi, so 4 maal 5, het is vervang met 20, hierdie argument ding, soos as algoritme werk, word vervang met sy waarde, en hierdie een word dan weer vervang met wat ook al dit is, en dit kom die antwoord uit. Dit is wel moontlik, en dit is huiswerk. Dit is wel moontlik om ander operatore te doen, dit is ook wel moontlik om die volgorde te doen, van operaties, met ander woorde dat maal bijvoorbeeld een hoër prioriteit het as plus en minus, dit kan een mens doen, en een mens kan natuurlijk nog van witspasies en al die type dinge ook nog ontsla raak. So dit sal een bykie meer gevorderde oefening wees om dit recht te kry. Interessante opmerking, ding om op te let, is die volgende. Indien ons die ding geskryf het, hierdie vergelyking anders daarom, in plaas daarvan om te sê 2 plus 3 maar 2, 3 plus, dan sou ons nog steeds by dieselfde antwoord uitgekom het. So met ander woorde, in plaas om te sê 2 plus 3, skryf ons 2, 3 plus, want kom ons kyk gaan na die voorbeeld, ons kry getal, druk het op die waarde stapel, ons kry operator, druk het op die operator stapel, ons kry waarde, druk het op die waarde stapel, ons kry die ronde hakkie, pop, pop, werk uit, so ons kry die waarde 5. So met andere woorde, as ek die volgende doen, ek sê druk 2 op die stapel, waarde stapel, druk 3 op die waarde stapel, druk plus op die operator stapel, pop, dan sou ek 2 en 3 pop en plus, en ek sou by dieselfde antwoord uitkom. Maar nou is daar nog een ander ding om op te merk. As jy dit in hierdie notasie het, dan is hakies nie eens meer nodig nie. Dan kan ons gewoon net hierdie instructies uitvoer. En dit sal vir ons precies die antwoord kry. En die hele idee is ons kan dus instructies evalueer, uitdrukkings, op die sogenaamde infix wijze, soos wat dit hier het, of andersins in die sogenaamde postfix manier. En beide van hulle gaan vir jou dieselfde antwoord gee. Nou hierdie persoon wat ons daar het, John Lukasiewicz, was een Pool, en hy het destijds die idee op afgekom en gesê, dit is dat moontlik het een mens dit kan doen. Vandaar die term reverse Polish, want hy was een Pool, reverse Polish notation. En hierdie manier van berekeninge word gebruik in PostScript, die taal wat ek genoem het vir drukkers. Dit word gebruik in Forth, jy kry sakrekenaars wat met reverse Polish notation werk, en dan ook die Java virtuele machine gebruik ook reverse Polish notation om uitdrukkings mee uit te voer. So dit bring my dus nou eindelijk by die einde van vandagse lesing. Ek wil opsom, so eindelijk is dit in sin een opsomming van die vorige twee lesings. Ons het stapels, wat ons graag wil implementeer, ons het gesê is fundamentele datatypes, ons het een skikking implementatie gewys, daar is nou twee types in jou arsenaal, nommer 1 is ek moet die kapasiteit voor of specificeer, nie een goeie idee, ons hou nie daarvan nie, optie 2 wat ons het, ons doen een verdubbeling van dit, as gewys dat dit werk nog op die gemiddeld nog steeds baie goed uit, die andere manier hoe ons dit kan doen is met gebruik van geskakelde lyste, skakelde lyste, die rekursieve datastrukture, en dit het ons toegelaat ook om een stapel te implementeer, en dan het ek afgesluit dier twee toepassings in detail daar te bespreek, so dit is nou nie soveel detail, mense sal nog meer detail kon doen, so ek het die funksieroepe bespreek, as ook die evaluering van uitdrukkings, maar net dier te luister na waar alles dit gebruik is, is dit zeer sekerlik so dat stapels een groot hoeveelheid toepassings het. In die volgende reeks lesings wat ons dan gaan doen, gaan ons kyk na toue. Tot dan, tot ziens.